Even een bericht van uw vaste weduwnaar. Een krant heeft een parlementair verslaggever en een theatercriticus, dus waarom zou ik mezelf niet kunnen promoveren tot de weduwnaar van dienst? Er is me over rouwen, want dat doen de meeste weduwnaars, iets opgevallen. Iets waar ik niet eerder aan gedacht heb, heb er ook nergens iets over gelezen. Vorige week was de verjaardag van mijn vrouw. Ik herinner me dat het een jaar geleden, ze was 3 maanden daarvoor overleden, een heel gezellige dag was met de kinderen, vol vrolijkheid en schuine moppen. Een half jaar terug had ik soep die uit de vriezer kwam. Mijn vrouw had die soep gemaakt. Ik heb hem met smaak opgegeten zonder een traan te laten. En afgelopen zondag heb ik in alle rust doorgebracht met de kinderen en meer geluisterd naar hun belevenissen dan dat er iets van plechtige herdenking op tafel kwam. Nu ik erover nadenk, ook haar uitvaart heb ik van begin tot einde met droge ogen meegemaakt. Al moet ik zeggen dat de dokter me voor die gelegenheid een pilletje had gegeven. So far, so good. Maar een dag of 10 geleden at ik bij een vriendin van me. Op een zeker ogenblik vroeg ze, denk je nog vaak aan Emma? Ik begon spontaan te huilen. Niet zo heel lang, was ook geen stortvloed van tranen, maar toch. Andere herinnering, de tuinman was er. Moet je kijken, zei hij, wat ik in mijn mobieltje terugvond. Hij liet een foto zien waarop mijn vrouw midden in de tuin stond te zwaaien. En weer hield ik het niet droog. Mijn theorie dringt zich op. Indien meneer Rauw keurig aangekondigd op bezoek komt, is er weinig aan de hand wat mij betreft. Ik laat hem binnen, hij kan een kopje koffie krijgen of een biertje. We praten even, we lachen wat, we eten een hapje en ik zwaai hem uit. Maar zo gauw hij even onverwacht zijn neus om de deur steekt, al is het maar een paar tellen, ga ik onderuit. Ik probeer hem dan zo snel mogelijk het huis uit te schoppen. Dat lukt de laatste tijd wat beter dan een jaar geleden. Maar hij laat zich niet altijd wegwerken. Zit ik hem weer een avond zoet te houden tot hij eindelijk vertrekt en ik kan slapen. Rouw is iets waartegen je je kunt wapenen. Zolang je van tevoren weet dat hij op bezoek komt. Maar bij onverwachte visites ben je weerloos. Het heeft me ruim een jaar gekost om daar achter te komen. Let me jump into my little 10-minute talk because I'm really happy to be able to share some thoughts with you this evening. And, you know, this pandemic, it's really affected every country. It's caused suffering, loss of life and loved ones, loss of jobs and economic chaos. Tragedy is we brought it on ourselves. More and more people are understanding this. But some people don't realize that it was our absolute disrespect of nature and animals that caused it. Because we're destroying more and more wild habitats. We're penetrating ever deeper into wilderness areas. Wild animals are often forced into closer contact with people. And then we hunt, kill, and capture them and traffic them or their body parts, often illegally, to sell in wildlife markets around the world. We sell them for food, medicine, clothing, or as exotic pets. And in all of these situations, we create perfect conditions that make it relatively easy for a pathogen, such as a bacteria or a virus, to spill over from an animal to a human. And when that happens, it may create a new so-called zoonotic disease. COVID-19, like SARS, was probably caused by a virus jumping from an animal to a human in a wildlife market in China. HIV-1 and HIV-2 originated from chimpanzees in 2 different bushmeat markets in Central Africa. MERS, Middle East Respiratory Syndrome, originated from a domestic Bactrian camel in Saudi Arabia. And many other zoonotic diseases have originated from the horrific conditions created by industrial animal agriculture, where billions of animals are confined in so-called factory farms. In fact, we're told that 75% of all new human diseases are zoonotic in origin. And at this point, as an aside, I feel it's important to emphasize that we now know that all these animals, wild and domestic alike, are individual beings. They can feel, among other emotions, fear and despair.
and pain. And yet they're treated as mere commodities. The scale of their suffering is almost unimaginable. And we shouldn't forget also the suffering of those animals used to develop cures and vaccines for the very diseases caused by our cruel treatment of animals in the first place. But terrible as this pandemic is, and think now of India and Nepal, there are far greater threats to our future: climate change and the loss of biodiversity. And both of these looming disasters are the result of the same disrespect of the natural world. Both, like zoonotic diseases, have long been predicted by scientists working in these fields. If only we'd paid attention to those warnings. It's desperately important that we should understand that we humans are part of the natural world, not separated from it. Moreover, we depend on it for food, water, clean air, everything. But what we depend on is healthy ecosystems. It was in the rainforests of Gombe, where for years I studied chimpanzees, that I learned firsthand about the interconnection of the animals and plants that made up the forest ecosystem, and how each species had a role to play in the complex tapestry of life, the biodiversity of the forest. It may seem unimportant if one seemingly insignificant species becomes extinct, but maybe it was the main food source of another species, which will then also become extinct. And this in turn may affect the survival of another species, and so on, and so on, and so on. And as each species goes, it's as though a thread is pulled from the tapestry of life, until eventually, if enough species become extinct, that tapestry hangs in tatters, and then the whole ecosystem may collapse. And as I've said, it's healthy ecosystems on which we depend. It's become increasingly clear that we have to develop a new relationship with the natural world and a new, more sustainable economy. We have to abandon the absurd notion that there can be unlimited economic development on a planet with finite natural resources and growing populations of humans and our livestock. Unfortunately, there are powerful forces that are determined to get back to business as usual. Leaders in governments and businesses who are only concerned with making more money, gaining more power, and putting short-term gain ahead of protecting the environment for future generations. And this means it's never been more important for those of us who care to get together and take action for change now. There are some who believe it's already too late, that we're on a downward trajectory that will end with the extinction of life on Earth as we know it, including our own species. But I'm not alone in believing there's a window of time during which, if we get together and take action now, we can at least slow down climate change and the loss of biodiversity. I don't think it's a very big window, and it's closing all the time. As I see it, there's at least three major problems that we have to solve. First, we need to reduce the unsustainable lifestyle of so many of us who have so much more than we need, who waste so much, who are caught up in a materialistic lifestyle, who've lost our connection to the natural world. Secondly, and most importantly, we must alleviate poverty. For those in poverty will destroy the environment out of necessity. They'll cut down trees to make charcoal to sell, or to make land to grow food for their families, simply in order to survive. In urban areas, the poor will buy the cheapest junk food because they have to. They don't have the luxury that we do of asking if it harmed the environment, was cruel to animals, is cheap because of unfair wages, or even if it's bad for their health. They have to buy the cheapest just to survive. And then thirdly, we have to think about population growth, a subject that many people shy away from. But the facts already, there are over 7 billion of us on the planet. And in some places,
natural resources are being harvested faster than nature can replenish them. And in 2050, it's been predicted that there are likely to be closer to 10 billion of us. What will happen if we carry on with business as usual? Let me point out here that the main difference between us and other animals is the explosive development of our intellect. And this makes it truly bizarre that we're destroying our only home, planet Earth. We may be clever, but we need to acquire the wisdom still found in so many indigenous people, those who've acted as guardians of their ancestral lands. I truly believe that only when head and heart, and in the heart we poetically seek love and compassion, only when head and heart work in harmony, can we attain our true human potential. The good news in all this is that there is a way forward. There's an increasing number of programs that are working to help people lift themselves out of poverty. And I've got firsthand knowledge of the difference that this can make. It was towards the end of the 80s when I flew over the tiny Gombe National Park where I studied the chimps. It was once part of the equatorial forest belt that stretched right across from East Africa to the West African coast. But by 1990, I was shocked to see it was just an isolated island of forest surrounded by bare hills. There were clearly too many people for the land to support, and they were too poor to buy food from elsewhere. And they were destroying the forest in their desperation to create new land to feed their families, to grow food. And that's when it hit me. If we don't help these people find ways of making a livelihood without destroying the forest, we can't save chimps or anything else. So the Jane Goodall Institute, JGI, we started our method of community-based conservation, which we call Take Care of Takari. From the beginning, we've worked closely with the villagers. We've helped to restore fertility to the land, introduced water management programs, provided scholarships to give girls the chance of secondary education, worked on providing microfinance programs to enable people to start their own environmentally sustainable businesses. And we've trained villagers to use smartphones to monitor the health of their village forest reserves. And that's where almost all of Tanzania's remaining chimpanzee population is to be found. There's no protection for them in these forest reserves. Because the people now understand that protecting the environment is not just to protect wildlife, but for their own future, that they rely on the forest. There are no more bare hills around Gombe, and the villagers understand that they're working for their own future. So they've become our partners in conservation. And this Takari program, as we call it, is in 6 other countries around chimpanzee habitat. Now I must emphasize the importance of education. If children don't grow up to be better stewards than we've been, all our efforts will have been in vain. I think it's desperately important to make environmental education a compulsory part of all school curricula and to encourage outdoor education programs, especially for younger children. If you have no direct experience of nature, you won't understand it, learn to love it, and understand the importance of protecting it. Roots and Shoots is JGI's humanitarian and environmental program for young people from kindergarten through university. It's just one of many educational programs around the world. But we encourage our thousands of groups in 68 countries to choose projects to benefit people, animals, and the environment. They choose them themselves. The energy, commitment, and passion of youth, once they know the problems, are empowered to take action. They're my greatest reason for hope. It's not that young people can change the world. They are already changing it through their actions. Some of our original members have already moved into the adult world, and they've taken the values they acquired with them. What are those values? Respect for people,
animals and the environment. Another reason for hope is the proliferation of projects to plant trees, restore forests and woodlands, and especially protect the remaining old growth forests with all their rich biodiversity. And there are many groups working to clean up our oceans. Forests and oceans absorb carbon dioxide from the environment and help to regulate the climate and rainfall. Finally, people are coming to realize the devastating effect that industrial agriculture, particularly industrial animal agriculture, is having on the environment. More money needs to be invested in agriculture that works with and not against nature. We need to replace monocultures and genetically modified crops with small family farming programs, permaculture, restorative agriculture. And we need to ban the use of chemical pesticides, herbicides, and overuse of artificial fertilizers, because all of this is reducing biodiversity and increasing the damaging emissions of carbon dioxide and methane produced by these billions of animals in digestion. And they're the two main greenhouse gases. To end, we can turn things around, but we must take action now, together. Thank you. Yes. Thank you. Thank you so, so much for your wonderful talk and sharing your thoughts with us, Dr. Jane Goodall. My first question to you actually would be, last year, a bit more than 1 year ago, we thought, well, while this crisis started, we thought this is the moment that we are really going to do things differently. And I was curious to hear from you whether you're actually satisfied or dissatisfied with the structural changes that you have seen in the past year. Well, I've seen and heard a lot of talk about how we need to change. And this talk comes from business and government. But the real voice demanding change, seeking for change, working for change, comes from the youth. It's the young people, and it's not surprising because it's their future that we're compromising. And you know, for years and years, we've been stealing their future. So now that finally, in educational programs, young people are being told what's happening. And so of course, they're concerned. Many of them were losing hope. We've compromised their future, they said. There's nothing we can do about it. That's why I began Roots and Shoots in 1991. And so am I satisfied or not with the progress since COVID-19? I'm satisfied that there has been awakening awareness. Far more people now understand the need for change. People are talking in the right talk, but they've talked before, some of these big organizations, and it hasn't always led to the action that I would have hoped. I just have to hope that somehow we can get a momentum and a push so that all these great ideas and talks and the ideas can be made reality. That's what it depends on. Ik heb al de hele dag het gevoel, staat hij aan? Ik heb al de hele dag het gevoel dat ik naar een begrafenis moet. Ja, sorry. Het is goed. Ja, ook met zo'n katheder, daar sta je dan. En het is ook lekker warm. Dus het wordt een hele bijzondere avond, denk ik. In 1980, Dolly zou pas 9 jaar later geboren worden, kwam ik als Ruud Douma in Amsterdam wonen. Hunkerend naar liefde ging ik, je bent jong en je wilt wat, heerlijk veel uit. Ik leefde een jaar op een roze wolk. In 1981 werd ik op ruwe wijze met beide benen op de grond gezet en spatte deze roze zeepbel wreed uit elkaar. Een geheimzinnige ziekte stak de kop op en trok als een roofdier door de stad. Dit vraatzuchtige monster leek het in eerste instantie gemunt te hebben op de gay scene. Peter Jansen was rond 1981 de eerste vriend van mij die overleed aan deze ziekte. Er zouden in de jaren 80 en 90 nog vele volgen. Jonge, lieve, unieke, mooie, bijzondere
en getalenteerde mannen als Jan Misdag, Michel Vassalucci, Jans van Laarhoven, Bert Verheul, Benno van de Akker, Jos Diemel, Frans Kellendonk, Guus Zilvertand, mijn buurman Sjoerd Mobach, mijn oom Abele Mol, Jaap Pieters, de eigenaar van Gay Café Gaiety, om maar enkele namen te noemen. En ook voor collega's als Kobi Genezijde, Dolly Dolfijn en Helen zelf viel het doek. Ik denk dat velen van jullie ook namen van slachtoffers kunnen noemen. Ik herinner me hoe we dat ook deden bij bijeenkomsten op Wereld AIDS-dag of AIDS Memorial Day. Dat iemand begon met het noemen van een naam van een dierbare die was overleden aan AIDS. En toen dacht ik van, zullen we dat nu ook doen? Niet alleen hier in de zaal, maar ook thuis. Noem de naam van een dierbare, iemand die je hebt gekend, die is overleden aan AIDS. En ik zal als eerste een naam noemen. Charles Luker, alias Vera Springveer. Heeft u ook een naam? Noemt u gewoon een naam, u hoeft niet uw hand op te steken hoor. Noemt u een naam, dan ga ik door. Jan Langeberg, Harry Wilderman, Ton Stevens, Martien Krauwel, Martijn Verbrugge, René Cornelissen, Gerard Tolen, Bob Feijen, Rafael Brandau. AIDS, die vier letters werden voor mij de afkorting van altijd in de stress. Elke ochtend stond ik angstig op met de gedachte van wie zal ik nu weer een overlijdensbericht ontvangen. Ik was werkelijk als de dood voor de liefde. Ik herinner me hoe ik in die tijd paniekaanvallen kreeg als ik een ruw plekje voelde in mijn mond. Ik had toch geen schimmelinfectie? En dat moedervlekje dat ik na een avondje stappen ontdekte, dat was toch niet het begin van Kaposi? En wat heb ik het lang uitgesteld om mij te laten testen? Het advies was sowieso in het begin van de jaren 80 om je niet te laten testen. Er was niets aan te doen. Er waren geen medicijnen. Als je positief werd getest, was dat een doodvonnis. Ik herinner me ook de opluchting toen ik mij wel had laten testen en bleek dat ik niet seropositief was. Maar ik herinner me ook dat ik een soort van schuldgevoel had. Dat ik in tegenstelling tot vrienden en kroegmaatjes blijkbaar door het oog van de naald was gekropen. Naast al het verdriet herinner ik me ook het warme gevoel van solidariteit dat er in die tijd ontstond. Een gevoel van we laten ons niet kisten, hoe vaak dat letterlijk ook gebeurde. We gaan dit overleven. In naam van de lulle liefde werden er lofbols georganiseerd om geld in te zamelen voor de bestrijding van AIDS. Presenteerde Helen zelf de Gay Dating Show op Salto TV en trok ik op uitnodiging van de Schoren Stichting met collega's als Dusty, Vera Springveer en Nicky Nicole met een speelset het land in om bij mensen thuis safe sex te promoten. Ik herinner me een emotionele avond waarbij iemand, gestimuleerd door de goede sfeer die al spelend ontstond aan mij en de groep, vertelde dat hij seropositief was. Een jaar lang had hij rondgelopen met dit grote geheim. De boodschap Het doe je met verpakte Karin Spank en ik in het lied I Do Know How to Love Him, waarin we opriepen vooral condooms te gebruiken. Don't you think it's rather silly? He doesn't decorate his willy. We know by heart how we should start. Be calm, be cool, no love is fool. Tell me why he's still undressed to kill. Het is natuurlijk fantastisch dat je tegenwoordig preppillen kunt slikken om geen HIV te krijgen. Maar als Spice Granny schrik ik af en toe wel een beetje van dat een van de bijwerkingen lijkt dat het belang van veilig vrijen hierdoor op de achtergrond dreigt te raken. Luister alsjeblieft naar Tante Dolly en doe om SOA's te voorkomen het alsjeblieft nog steeds met. De afgelopen dagen moest ik ook weer denken aan de vele optredens die ik begin jaren 90 heb verzorgd in het Prinsengrachtziekenhuis.
dat een speciale aidsafdeling had en Huis de IJsselvliet in Wezep. Dat laatste was een vakantiehuis van het Rode Kruis waar aidspatiënten destijds sommigen gezamenlijk met hun partner hun allerlaatste vakantie doorbrachten. Ik zie ze nog liggen aan zuurstofflessen op hun bedden. Vaak jonge mannen, waarvan ik ook vele herkende uit het uitgaansleven. Nog zo kort daarvoor mooie, viriele, krachtige kerels die nu iets hadden gekregen van verschrompelde oude mannetjes. In mijn wereldje waren het vooral mannen die stierven. Maar dat betekent natuurlijk niet dat vrouwen de dans ontsprongen. Van de theatergroep waarmee ik in 1989 begon met optreden, is de helft overleden aan aids. Ik voel me tot op de dag van vandaag regelmatig schuldig dat ik deze heftige love battle wel heb overleefd. Laten we hen nooit vergeten. Voordat in 2016 het HIV-AIDS-monument werd onthuld op de Ruitenkade, was het homo-monument de plek waar we de aids-slachtoffers herdachten. Ik herinner me hoe we na vele begrafenissen rouwboeketten naar dit monument aan de voet van die mooie Wester brachten en neerlegden op de driehoek aan het water. En altijd als ik langs het homo-monument fiets of een evenement erbij woon, denk ik even aan al die vrienden die zijn overleden. Ter voorbereiding van deze bijeenkomst heb ik vorige week eindelijk de Engelse serie It's a Sin bekeken. Ik zeg eindelijk, omdat ik het heel lang heb uitgesteld. Ik durfde de confrontatie niet aan. Ik was bang dat de littekens die die intense ervaringen in die gitzwarte jaren 1981 en 1996 hebben achtergelaten door het zien van deze serie zouden worden opengereten. Ik had het goed ingeschat. Het eelt op mijn ziel bleek een heel dun laagje. Wat heb ik gehuild? Wat kon ik mij gemakkelijk verplaatsen in de hoofdrolspelers in deze serie over een groepje jongeren dat begin jaren 80 komt wonen in Londen en eventjes met volle teugen proeft van het uitgaansleven. Nog vol toekomstplannen. De roes van de bevrijding was van zeer korte duur. Wat was het een onzekere tijd? Wat was er lange tijd weinig informatie? En wat kan ik mij daar decennia later nog ontzettend kwaad over maken? Stel dat aids destijds niet was gezien als een griepgolf die dodelijk was voor homo's en niet was bestempeld als geslachtsziekte onder homoseksuelen of homokanker. Stel dat het was beschouwd als een heteroziekte. Zou de wereld dan wel op zijn kop hebben gestaan? Hadden we dan wel meteen kunnen rekenen op massale steun van de overheid? Was er dan wel, zoals nu het geval was bij de uitbraak van corona, al zo snel op grote schaal informatie verspreid? Waren we dan niet geheel op onszelf en onze community aangewezen geweest? Hadden dan vele vrienden deze veldslag misschien wel overleefd? Herinneringen aan deze donkere periode werden trouwens in de eerste lockdown ook opgerakeld door verhalen over covid-patiënten die heel eenzaam stierven. Een lot dat veel aids-patiënten in die dodelijke jaren 80 en 90 ook was beschoren. Uit angst om ook besmet te raken kregen sommigen nauwelijks bezoek. Wat natuurlijk onzin was, want je kon helemaal niet besmet raken door die mensen te bezoeken, maar het gebeurde wel. Ik zag hem ook weer staan op begrafenissen van vrienden waar de familie uit schaamte angstvallig geheim hield dat hun zoon was overleden aan de gevolgen van de ziekte aids. Er werd vaak gesproken van een longontsteking. En hoe vaak heb ik ook begrafenissen bijgewoond waar een partner van de overledene compleet werd genegeerd door de familie. Wat heet, er werd met geen woord gerept over zijn liefdesleven. Dat wezenlijke deel van zijn leven werd weggemoffeld. Wat heet, totaal uitgewist. In It's a Sin is te zien hoe een uitvaartbedrijf een moeder weigert om haar zoon, die is overleden aan aids, te begraven. Zijn dit soort praktijken eigenlijk ook in Nederland bekend? Wie weet heeft een van de sprekers van vanavond een antwoord op deze vraag. In dezelfde Engelse serie krijgt een moeder te horen: uw zoon is besmettelijk. We mogen hem van rechtswege opsluiten krachtens de gezondheidswet van 1984. 40 jaar later vraag ik me ineens af of zoiets in die tijd ook in Nederland is gebeurd. Ik ken gelukkig niet zulke horrorverhalen.
Ik herinner me alleen maar artsen, verpleegkundigen en buddies die met de schaarse middelen die ze hadden hun uiterste best deden om AIDS-patiënten zo goed mogelijk te verzorgen en te begeleiden. Kalmte zij destijds, net als het zorgpersoneel nu in de coronacrisis, ook met uitputting? Ik kan het me niet herinneren dat er ooit voor hen is geapplaudisseerd. Laat staan dat er een dankconcert voor hen is georganiseerd. Laten we dit vanavond vooral alsnog nog doen. Ik las deze week een oproep van Koert Davidsen, die een documentaire aan het voorbereiden is over zijn broer Bart Davidsen, die in 1986 overleed. In de laatste periode van zijn leven, mei 1986, lag Bart in het OLVG in Amsterdam. En hier is hij liefdevol verzorgd door een verpleegkundige genaamd Pieter Leslie. Koert zou graag in contact komen met Pieter Leslie. Er is niet veel over hem bekend. Wat we weten is dat Pieter Leslie van origine een Schot is. En voordat hij werkzaam was in het OVG, heeft hij in Amerika gewerkt in een ziekenhuis met AIDS-patiënten. En deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat hij werd binnengehaald bij het OLVG. Niet lang na de dood van Bart is Pieter vertrokken bij het OVG. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor. Wat zou het mooi zijn als we hem met elkaar zouden kunnen opsporen. Dus mocht u hem kennen, Pieter en Leslie, trek mij dan na afloop van deze bijeenkomst aan mijn jasje, aan mijn robe, aan mijn jurk. Ten slotte, when I look back upon my life, it's always with a sense of shame. Dat zijn de beginregels van de song It's a Sin van de Pet Shop Boys. En waarna de serie waarover ik het al had is genoemd. Er is de laatste decennia zoveel vooruitgang geboekt in de strijd tegen HIV en AIDS. En daarom is het des te schokkend om te zien dat 40 jaar nadat die toen nog geheimzinnige ziekte de kop opstak, het stigma, het taboe en die vooroordelen nog steeds heel groot lijken te zijn. Laten we ervoor zorgen dat die ook snel uit de wereld zullen zijn. Lang leven de liefde. Het is het een of het ander. In zijn essay Reflecties op het Joodse vraagstuk, geschreven in 1944, in Nederland opnieuw uitgegeven in 2012, noteert Jean-Paul Sartre deze beroemd geworden zin. Als de Jood niet bestond, zou de antisemiet hem uitvinden. Daarmee geeft hij al aan dat het probleem van het antisemitisme in eerste instantie een probleem van de antisemieten is, waar zij de Joden mee hebben opgezadeld. Maar, dat zegt Sartre helder, niet alleen de Joden. Geen enkele Fransman zal veilig zijn, zolang ook maar één Jood in Frankrijk en in de hele wereld moet vrezen voor zijn leven, schrijft Sartre. Waar het antisemitisme opduikt, staat de samenleving onder druk. De jodenhaat, hoewel historisch gezien een speciaal geval, kan niet worden losgekoppeld van haat jegens andere minderheden en vice versa. Al maakt Sartre ook meteen korte metten met deze al te humanistische illusie. Maar de mens bestaat niet, schrijft hij. Of je het leuk vindt of niet, je zult ergens bij horen. Het antisemitisme kan zoals bekend niet worden begrepen zonder de eeuwenoude mythe dat de Joden de mensenzoon hebben gekruisigd. Dat ze feitelijk de God van de christenen om het leven hebben gebracht en zich daarmee dus schuldig hebben gemaakt aan de moord op het goede. Sartre merkt dan ook op dat het antisemitisme uitgaat van een manicheïstisch wereldbeeld. Het goede, de antisemiet, strijdt tegen het kwaad, gesymboliseerd door de Jood. Het moderne antisemitisme, de uitvinding daarvan wordt vaak toegeschreven aan de Weense burgemeester Karel Luger, die van 1844 tot 1910 leefde, kort wiekte de christelijke wortels van de jodenhaat. Niet langer was de Jood in eerste instantie schuldig aan de moord op God. Nu vertegenwoordigde hij de uitwassen van het kapitalisme. Ook was hij verantwoordelijk voor het levensgevaarlijk geachte communisme.
Daarnaast was zij biologisch gezien inferieur en cultureel gezien niet in staat tot waarlijk grote kunst. Het beste wat hij te bieden had, waren imitaties. Als bekend, de nazi's verfijnden deze vooroordelen en verspreidden ze met veel succes. Wie tegenwoordig beweert dat de contemporaine haat jegens moslims begrijpelijk is, omdat er wel eens terroristische aanslagen gepleegd worden in naam van de islam, maar dat Joden in de jaren 20 dergelijke aanslagen nooit pleegden, heeft de geschiedenis slordig bestudeerd. Angstige middenstanders in Midden-Europa na de Eerste Wereldoorlog zagen het revolutionaire geweld uit het oosten langzaam naderbij komen, dat uiteraard weer bloedig contra-revolutionair geweld veroorzaakte. Met succes hadden de nazi's de Jood gelijkgesteld aan de Bolsjewiek. En die vrees was voor menig burger in Europa in die tijd buitengewoon rationeel. Zoals ik al een keer elders stelde, waren de Joden onder de Bolsjewieken aanvankelijk inderdaad oververtegenwoordigd. Tot zover de statistieken. In mijn jeugd bleef de dreiging van het antisemitisme tamelijk abstract. Nooit werd ik uitgescholden voor bijvoorbeeld rotjood, al mocht ik van mijn ouders niet met een keppeltje naar school, en was het niet de bedoeling dat ik mij kenbaar zou maken als Jood buiten de vertrouwde kring. Ik werd weliswaar zeer bewust Joods opgevoed, zelfs met iets van gematigde trots, maar het was beter om dat geheim niet met Jan en alle man te delen. Zoals je ook je geslachtsdeel alleen aan een selecte groep mensen toont. Lang heb ik gedacht dat ik er niet Joods uitzie. Stiekem denk ik dat nog steeds. Wat er misschien ook mee te maken heeft dat mijn moeder een klein beetje trots op was dat leden van de Hitlerjugend in de jaren 30 in Berlijn met haar wilden spelen, omdat zij er zo arisch uitzag, in tegenstelling tot haar nichtje. Tot zover de geïnternaliseerde vooroordelen. Het naoorlogse antisemitisme kwam iets dichterbij toen in november 1987 de jonge regisseur Johan Doesburg van plan was aan de Amsterdamse toneelschool af te studeren met Rainer Werner Fassbinder's toneelstuk Het vuil, de stad en de dood. De Joodse gemeenschap kwam in actie omdat het stuk antisemitisch zou zijn. De actiegroep heette Alle Kohens aan dek, wat het frivole karakter van het geheel onderstreept, maar ik vrees dat de actievoerders dat toen niet beseften. Ik meen zelfs dat er even sprake van was dat Ischa Meijer de rol van rijke Jood zou spelen, wat sommige mensen nog bozer maakte uiteraard. In een hilarische terugblik in 2002 op de Fassbinder-affaire, want zo werd hij genoemd, schreef toneelrecensent Max Arian in De Groene hoe hij tracht een voorstelling bij te wonen, maar besprongen werd door 5 politieagenten, dat aangeeft hoe hoog de gemoederen waren opgelopen. Weekblad De Haagse Post drukte in 1987 het toneelstuk integraal af, omdat de redactie vond dat iedereen een geïnformeerde beslissing moest kunnen nemen over de vraag of het antisemitisch was of niet. Enkele vrienden en ik zat er nog op het Vosjes, haast ons naar de Ako in de Beethovenstraat. Wij wilden ons informeren, maar daar was De Haagse Post al uitverkocht. Elders vonden we nog een exemplaar en op een bankje in de hal van het Vosjes begonnen we driftig te lezen alsof we porno te pakken hadden. We waren teleurgesteld. Qua antisemitisme hadden we meer verwacht. Kort daarop ontvoerde als bekend acteur Jules Croizet zichzelf in de strijd tegen het antisemitisme en een jaar of 17 later schreef Harry Mulisch een matige novelle over deze affaire. Tegenwoordig zijn er mensen die je glazig aankijken als je over de Fassbinder-affaire begint. Wat jammer is, want het is een relatief vrolijke affaire die veel zegt over het naoorlogse Nederland, over de scharnierpunten van de geschiedenis. De Fassbinder-affaire was zo'n scharnierpunt. Het einde van een betrekkelijk onschuldig tijdperk, toen een acteur zichzelf moest ontvoeren omdat er gewoon niet genoeg antisemieten in Nederland waren die bereid waren dat te doen. Natuurlijk is de jodenhaat nooit helemaal weg geweest. Maar het taboe was in 1987 nog groot. De geschiedenis eindigde echter niet, zoals dat gaat met geschiedenis. Taboes werden geslecht. Het populisme maakte zijn entree in Nederland.
islamitisch getint terrorisme bleek buitengewoon effectieve mest waarmee men de haat jegens een heel andere bevolkingsgroep kon doen groeien. Zoals Sartre al stelde, dat de onveiligheid van één Jood de onveiligheid van alle Fransen is, zo begreep ik toen de eerste politici begonnen te spreken over de islamisering van Nederland aan het begin van deze eeuw, dat ook voor Joden nieuwe onveiligheid eraan kwam. Het breken van een taboe is als het breken van een dijk. Als het water eenmaal doorsijpelt, is het niet te stoppen. Het verbaasde me dan ook nauwelijks dat ik steeds openlijkere antisemitische berichten kreeg van lezers toen ik 8 jaar lang, tussen 2010 en 2018, een dagelijkse column voor de Volkskrant schreef. De meer fatsoenlijke berichten beperkten zich tot opmerkingen dat ik als Jood toch beter moest weten. Andere berichten dat ik een landverrader was die in de oorlog vast Joden had verbrand. Het is een terugkerende antisemitische redenering dat de Joden eigenlijk zelf de nazi's zijn en verantwoordelijk voor hun eigen uitroeiing. Na mijn lezing op 4 mei vorig jaar, waarin ik wees op de taboebreuk, kreeg ik het bericht dat ik samen met alle Marokkanen en Afrikanen in Nederland vergast moest worden. Wat Sartre gelijk onderstreept. De hedendaagse antisemiet maakt er geen geheim van. Hij wil in één keer van alle rotzooi af. Nogmaals, verbazing zou naïef zijn. Als er tijdens een talkshow op de publieke omroep, zonder blikken of blozen, over het Marokkanen probleem wordt gesproken, kun je vroeg of laat dit soort mededelingen verwachten. Bang maakten deze berichten me niet. De gemiddelde antisemiet heden ten dagen is toch vooral een antisemitische ridder op het eigen toetsenbord, met dank aan sociale media uiteraard. De vraag hoe en of die sociaal onwenselijk geachte meningen moeten worden verwijderd is complex. Wat mij betreft heeft zelfs de antisemiet vrijheid van meningsuiting. Zeker, het antisemitisme kent specifieke problemen. Onder andere omdat de mythe dat Joden de wereld besturen hardnekkig is. Waar de gedachte opduikt dat Bill Gates verantwoordelijk is voor corona, is de opvatting niet ver weg dat Gates een marionet is van de Joden. Zo is de pandemie een al te vruchtbare voedingsbodem voor meer antisemitisme. En ja, er bestaat ook antisemitisme in de islamitische gemeenschap in Nederland. Maar wie veinst dat hedendaags antisemitisme eerst en vooral een islamitisch probleem is, maakt zich schuldig aan een witwasoperatie waarbij historische verantwoordelijkheid wordt ontdoken en geschiedenis wordt vervalst. Elke keer als een verwaarde Syrisch-Palestijnse vluchteling de ramen van het kosher restaurant Hakamel op de Amstelveense weg ingooit, verkneukelt extreemrecht zich. Bepaalde kritiek op Israël kan een antisemitisch karakter krijgen, maar laten we die discussie even achterwege laten. Zoals het overigens ook lichtelijk antisemitisch is, als Baudet beweert dat hij niet antisemitisch is omdat hij Israël altijd heeft gesteund. De Joden in Nederland, de Joden in de diaspora, zijn niet hetzelfde als Israël. Het is antisemitisch te menen dat alle Joden in Nederland maar naar Israël zouden moeten. En ja, Netanyahu heeft ooit in een Parijse synagoge alle Franse Joden opgeroepen naar Israël te emigreren. Dat was onverstandig van hem. Tot slot. In New York ben ik een jaar of wat geleden in een naargeestige discussie beland over de vraag of Joden wit zijn. Een discussie die me op een gegeven moment deed denken aan de Nurembergse rassenwetten. Er bestaat leedcompetitie onder minderheden en tussen minderheden. Soms denkt de ene minderheid, nu ben ik aan de beurt. Die deprimerende competitie zou voorkomen moeten worden door de geschiedenis te blijven bestuderen, door een zeker respect voor elkaars gevoeligheden te betonen en door nooit, maar dan ook nooit, eigen leed te verheerlijken. En door de woorden van Sartre ter harte te nemen. Je kunt geen politiek bedrijven op basis van haat jegens bepaalde bevolkingsgroepen en een democraat zijn. Het is het een of het ander. Kızayla kamsı tuncu kegen künümla
Mas birinchi qavatda men bir tunuch saqchi ayol, Uyg'ur ayol saqchi bilan uchrash qildim shu yerda. Meni saqchi shopir boshlab akirdi. U saqchi tunishim yana bir er Xitoy xizmatchisi bilan birga shu birinchi kamerada mana qilaqa so'ra xotirasi o'tib ketganda biz uchrash qildik. Mening qo'limda kitob material bo'lganishqa biz kirishmasam bu yerga dars keldingmi dedi. Men ha sen xizmatga keldingmi dedi. Men adab ishkimiz shu qorong'ilik jarayonida bir qizni ishga harbiy zambilda ochib o'tibdi. U qiz qarsangiz ham chiroyli shunda kichik qiz 18 yosh chiqib ketsa 20 yosh. Chunki bu yerdagi 90% qiz ayollar 18 yoshdan 40 yoshgacha tutqunlar. 10% yaqinlar shu cho'g'lar ekanda shunaqa. Shunday ila qiz bolg'i men tunchi birinchi kuni birinchi soat darsda ko'g'inim shu qiz bolaning jasadiga men shohid bo'ldim. Bu qizni men faqat chiroyli unutib olmayman hozirgacha. Qarsangiz chiroyli faqat qon yo'q, u qiz o'lgan deb hisoblay o'ylaysiz ham deb. Oldimizda o'tketdi. Qarsam chiroyli faqat qon yo'qman deganda u saqch tunishim men qardim, men uning qardim. Shunchalik azobda, shunchalik bir besimda men sinfga kirib ketdim, uni ochib ketdi. Shundan biz 4 soat darsni tugutib, tushda, tushlik 12dan 1gacha 1 soat oram olish vaqti va biz qo'rodi ko'rishdik u xizmat u saqchi ayol tunishim bilan. Qo'rodi chunki qo'roda aloqa kuzatish apparatlari yo'q. Biz qo'rodi ko'rishibdi, men dedim uningga, atigan biz uchirgan qizvalni bildingmi, u qizaloq qandoq bo'ldi desam, u qizaloq doktorxonaga olib chiqaryanda qutqizish uni men o'lib qopti dedi. Shundan keyin bu qiz nima bo'pti deb men so'rdimda qiziqib. So'rsam bu yerda ahvollar bek og'ir ekan. Biz shuni bu yer xizmat tekshirib keldik. U qizning kelib qon ko'p kelib ketib, odis to'xtamay bir erimday qon kelib ketibdi, qonsirab uyli qopdi qizlar doktorxonaga olib chiqar yonida. Anonda keyin men shu tunishimni so'rdim, "Sen nima xizmat tekshirib keldinglar?" desam, "Bu yerda Xitoy ersoqchilar intoyim ko'pga. Chunki bu yerda chiroyli qizlar jiq. Shu Xitoy ersoqchilar tolishib ishlayotganda bu yerda." Shundan bu qandoq gap yozadi. Sen biz bunisha olg'an to'q bu qiz ayollar kampusda savol so'roq jarayonida bosqinchiliklar uchirganda biz erlar kampusi chiqib anglaydi u xabarlarni. Men bunisha olg'an to'q mashhur rasmi desam bu ayol saqchi tunishim. Biz shu mush ahvol eg'ir o'g'ashqa bizning idora boshlig'i bizni mishaga rasmiyatga shakilga ya'ni bizni mishaga shu xizmat tekshirishga evatdi dedi. Deganda men nima shunda hayron qoldim bu xizmat tekshirsanglar so'roq xotirsa olsang nima uchun kamerani ichida olsinlar uni yo ma tishida boshqa ish qilat olsanglarmi deb so'rdim so'rsam buni bir shakl deb o'yladim dedi. U menga biz bekka qo'yib saqchi tunishim bilan. Shundan buyon qanday bosqinchiliklar bo'ldi ekan desam Xitoy ersoqchilari bu qizlarni to'xtamay so'roq akirdi ekanda. Chunki bu yerga so'roq kirgan qizlar begunoh, gunohsiz qizlar. Ularning faqat birdan bir gunohi nima? Chet elda o'qib chiqqanlar, sayohatga borganlar, ularning bilim saviyasi yuqori. So'z qobiliyati yuqori, bilim saviyasi ashna yuqori qizlar. Ana lekin eng og'ir birdan bir og'ir gunohi nima? Ularning Uyg'ur bo'lganligi uchun bu yerga kirib qamalgan. Demak, Xitoy ersoqchilari ularni to'xtamay kirib so'roq qilish jarayonida ashna ixro qildirdi ekanda. Bular hech qanday gunoh emas, nima xira qildi bular. Shular o'sha o'tgan kun bularni qilib qiynaydi ekan, urdi ekan, ash qiynoq savoldan sirt yana Xitoy ersoqchilari ash qizoni bosqinchilik qildi ekan. Bosqinchilik qil emas, yana navbatlash bosqinchilik qildi ekan. Anonik ularni qildiki qiynash, aloqa to'q kaltaklarni o qizoning jins yo'l, baqat yo'llarga tiqib ashunda qanaqa har xil shaklda ularni ashunda qiynashlardan, ashunda zo'rlanishlardan bular huzur topib ekan o'ziga. Uningdan sirt yana bu qizlarning keliqi boshqa a'zolarga masalan egizlarga boshqa a'zolarga mana shunday dafsanda qildiki buni men anglab shu qo'rodlar shunda o'zim tutolmay ketdim o'sha gapni olg'an chunki meni qizim bormish Gollandiyada qizim bilan men ko'rishamagan vaqtlarim bo'lg'ashqa bek azoblandim. Azoblansam u saqchi tunishim sen meni balog'at qayda otamsan san demasan bo'pti bu gaplarda biz ochiqlandi shu men o'zim tutib oldim tutib olib shundan zo'rg'a men degan shu tupi qarab deb ketdim mushu azoblanayotgan mush qizlar nima gunoh mushlarni o'zini otalarini aytibolik qizdirg'u mush qizlari nima gunoh nima bo'g'iniq mushlar azob chekadi bular sen ko'ryotgansanmi mushlarni deb men shunda bir ohuzlar qilib ketdim shu yerda bular har dushanba kunda do'r yeydi ekan anondan keyin bularga hukul urdi ekan bu hukulash qiz ayollardan keyin odat to'xtatish hukul ekanda bu andan keyin bularni qon oldi ekan bu qon hamda shularni chunki bular sirtda kun ko'rmaydi faqat oshlaboshqa bularni qon oldi ekan masalan og'ir kasallar bormi shuni tekshirish uchun andan bularni bu ishlarni yetmaganda yana o'sha yerda qiz ayollarni navbat bo'yicha doktorxonaga olib borib cho'ng doktorxonalar emas u masalan
Xitoylar yo'ldoshimdan menga telefon qildi da, telefon qilgizdi. 13 kun o'tganda qaytib kelmamsa-da. Menda men salomatligim yaxshi emas, men davolanyapti, men qizim mong'izmoqdi. Apa siz yaxshi bo'lib qolgan ekan, bizni evatimiz dedi. Deb tushundirdim. Keyindan osh bizning Sayvag'ran markazidan mas'ul kadrimi menga to'xtamay uchurda. Uchurda menga to'xtamay yollab turdi. 10 kun ichib ketdi, 14 kun ichib ketdi deb. Keyindan anikin shikoy bo'lgan vaqtida u kadrimi, shu mas'ul kadr Xitoymi, yana menga uchur yozdi. Kechirgin senanki vaqtida qaytib kelmagan boshqa hozir sizni maoshingni to'xtatdik. Yana sen qaytib kelmasang, seni xizmatdan qo'g'landi qatori hisoblaymiz. Sening tuqqanlaring yo'l uchun butun javobgarlik ta'tildi deb. Shunda uchurlarni ibatib menga taklif qildi. Anadan keyin oldingi yil 2-nji ayda, 2-nji ayning 20-sida, ya'ni yo'ldoshimni shu davlat bexatarlik idorasidaymiz, bizning Gobodo deya Tenzar rayonliq. Oshadan chaqirtib, men ekran ochqizib, yo'ldoshimni shunchalik eg'iz og'usiz sat tilla bilan meni tillab oqaratdi. U yerda Xitoy yana ajamdan telefonda ekran ochib, men taklif qildi. Ajoyib gaplarni taklif qildi. Meni buni keyin qat'iy gap qilmas, so'zim ham mushtuqonlar emas, bizning qo'limizda mana. Sen so'zimisan, sen vaqtida qaytib kelsang, bularning hayotiga sen kafolat qila olasan. Biz yana seni normal qanday xizmat qilmasang, biz yana yuqori ta'minotlar seni ishlatamiz deb mana taklif qildi. 9 yerimda men o'rindan turib, deganda nashlik qilgan tayyorlik qilsam, qarsam tuyuqsiz ochamdan aloqa WeChat'da men ekran ichibotdi. U bu ocham deb ekran ichib qoldi deb hayron qab darhol bossam, qarsam saqchi. Ashu Ürüm şəhəri Tensar rayonluq Baxulan saqçıxanasının bizim məsul saqçı Livincan ismi o saqçının. Aşu ağızlı maska saqçı kimlərlə mən aşqan iç. Voy qalım normalım sən yaxşı durvatam sən dedi. Şunda qılıq iligərliklə külüb durub. Mən yaxşı durvatım, mən rəhmət, sən yaxşı durdum olsam. Sınav bütün rəsmiyyətlərini mən bicirib, sını mən yolu saldım qo, bilsən qo. Sınav bu yerdə saqçı tunuşdurum bək çıxkən, dövlət bir xətdə idarəsib tunuşdurum bək çıxkən. Sən bilsən qo, bunu da mən bilmə dedim, dəplə mən dərxal rəsim tatıb aldım da. Şunlar maqıdı, mən özəm şunlar tutu ağandan da rəsim tatıb alsam, umu səzdumu, birdəmdə olam çapanlarını silib, özüm maikisil oturub, mənimlə paranlaşdı. Onda olsa, sən aşağı durvatsa, kimlə qışı yaşayırsa, mən qızım, köğlüm, üçümüz yaşayırsa, qayıs şəhərdə Rotterdam durvatı mən dedim. Kendin anakin köyünün ismini de bilmem zaten. Ben eminim köyünün ismi Firdun dedim. Kudulurun diyor da kudulurun ismini de bilmem. Depesem derhalla. Onda kalsa aşağıda tunuşturun bir şeyin ismini de bilmem. Olam da biz geldik. Yani sen kim gerek? Çünkü ben bir yedi kim tunumayım. Ben fakat kızım köy oldum. Kudam bile arışırdık. Ben sen gerek adamını desem. Ben kudamını sorup sana temin edersem. Yok. Sen aşağının ismini bize temin edersen. Böyle kimle tunusan de bilmem. Sen ama tukanlarımızın kulumuz demez mi? Muşlarının hayatı sen kapalı tıkılırsa açlan diye şaklı yaptım. Ben onu bilmeydik ya, ben keçirgen. Yeni bir kıtın ben kudurumunu soruş arıklarına sen depreye yet güzeydi sen. Ondan kılsan kaçan kilişini oyla avat ise dedi. Diken de hazırma kiselmek iyi girmeye de. Yolla icilganı ben kaydım edersem. Biz sana, sen bir gitmeyse onu biz sana bir gitmemiz. Sen beşinci ayda kaydısa. Deb derhal o bana o kağızın birini eplam. Açan bana imza koydum bana beşinci ayda kaydısa. Beşinci ayda kaydıp kendisen akıbdan özen oyla. Deb aşınan açam kol koyguzdi, aşınan imza yazguzdi. Demek Xitay aşınan telefon açamdan vicatı arkalık. Mağmuşundan üç kıttı aşınan çoğun tektit kıldı. Onun ondan sırt uçur arkalık aşınan tektitler oldu. Thank you.